Want ik stiekem ben ik echt voorstander van stelen van de rijken. En het geven aan mezelf en de armen. Een beetje zo Robin Hood min. Ik ben Nelly Benne en je kijkt naar mijn 5e interview. Heel vaak met complotdenkers kan ik best wel een beetje meedenken. Ik denk, nou ja, inderdaad. We zouden een beetje als makkenschaapjes dom gehouden kunnen worden. Ja, weet je, daar kan ik wel, heel veel gedachtegangen kan ik wel mee. Alleen dan opeens is het... En de hele politiek en de regering en alle koningen zijn pedofiel. Huh, wat? dan ben je mij gewoon kwijt. Ja, dat mijn moeder overleed. Ja, ja, ik zou niet iets donkerders kunnen bedenken. Ze had alvleesklierkanker en die zag ik gewoon in 21 dagen gewoon vanuit een super lieve, gezonde moeder zo naar. Ja, dan leer je opeens wel even verdriet kennen. Oh. En verdriet wat gewoon nooit meer uit je lichaam gaat. Over iemand praten waarvan je heel veel hebt gehouden is heel fijn. Alleen het raakt wel weer een stukje verdriet aan. Want ze komt nooit meer terug. Ik denk op het moment... Daarom zijn mensen zo, ook best wel zo puur als er iemand komt te overlijden. Omdat je weet opeens wat er echt toe doet. En, dus dat is één, denk ik, positief ding van met de dood bezig zijn. Dan weet je opeens gewoon wel wat jij belangrijk vindt. Echt belangrijk. En dat is niet Zwarte Piet. Of dat is niet een of ander complot. Dat is hier fijn met elkaar prettige dingen doen. Ah, die heb ik echt net gezien. We hebben het er net over gehad. Over wat je dan zou doen. Een bank beroven. Jij zou een bank beroven? Ik weet wel, want ik stiekem ben ik echt voorstander van stelen van de rijken. En het geven aan mezelf en de armen. Een beetje zo Robin Hood min. Maar ja, dan vind ik dat er, waarom niet? Ja, zeker. Ja, ik denk wel in bepaalde mate. En tuurlijk, als je het elke dag of elke week... nee, dan gaat het je niet gelukkig maken. Een feestje even helemaal uit je stekker en in de gordijnen hangen. Ja, of dat ene, dat net dat gesprek wat je nodig had. Of net even die emoties die eruit komen. Ik denk het wel. Gelukkiger, weet ik niet. Ik kan een feestje wel waarderen. Oh ja, gisteren. Ik was bij een autodealer. Dat is echt een super aardige man. En hij vertelt dat hij een hondje heeft. Een klein puppietje. Dus ik zei, oh, wat voor ras? Zei hij, een labrador. Ik zei, wat voor kleur dan? Toen zei hij zwart. En toen zei hij, ja, dat is de enige zwarte die ik in huis haal, hoor. Wat? Zo heftig, zo heftig. Maar ik was ook gewoon helemaal, ja, het overrompelde me gewoon. Ik was echt gewoon helemaal flabbergasted. En dus eigenlijk gisteren nacht en avond gewoon echt kwaad. Ik kan er gewoon niet bij dat mensen elkaar zo naar kunnen behandelen. Ja, 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 dat ik mijn vriend ontmoette. Want dat schijnt dus allemaal echt vet romantisch en leuk geweest te zijn. En dat hij ook tegen mij zei, met jou ga ik trouwen. Maar ik kan me er niks meer van herinneren. Dus ik weet het niet meer. Ik weet er gewoon niks meer van. Echt jammer. Een
paard. En een draak. Dus het paard kan wel in het vliegen. Het is wel super sterk en gevaarlijk. Kan ook vuur spuwen. Vind ik vet. Maar kan er ook op rijden. Dus ik kan en vliegen en erop rijden. Ja. Hoe zou de naam zijn? Maar dan zo'n... Draapert. Draad. Gewoon een draad. Superdier. Ik heb een draad.